Wegwijs Piet is dus echt weg. Dus we weten eigenlijk nog niet waar we naartoe moeten. Hij is in ieder geval niet op de boot. Hoe gaan we dit oplossen eigenlijk, Piet? Ja, ik ga gewoon de functie van Wegwijs Piet overnemen. Dat is gewoon duidelijk, hè? Piet? Nee. Ik zeg dat we daar... We moeten daarheen, hè? Ik heb Wegwijs Piet zei dat ik de functie over mocht nemen van hem. Ik heb Wegwijs Piet overleg. We gaan hier... Ik kan tot hier tellen, dus we moeten... Ik denk niet dat we hier uit gaan komen, dus ik ga even op zoek naar iemand anders nog. Hey, maar Piet, mag je wat vragen? Ja. Waar is Wegwijs? Weet ik niet, ik ben veel te mist. Ik heb veel te veel pepernoot op. Oh, nou, die heeft te veel pepernoot op. We kunnen beter even iemand anders vragen. Hey, jij ziet eruit als een belangrijke Piet. Mag je wat vragen? Waar is Wegwijs Piet? Weet ik niet, maar wie weet kunnen we hem wel even bellen. Even WhatsApp, even pingen of zo. Bel jij hem even? Even e-mailen. Bring, bring. Ja, hallo? Hallo? Waar ben je? Nee, dat ben je niet. In Spanje. We hebben de kade afgezocht. Op de boot. In de kelder. Nergens. Waar ben je nou? Ben je echt weg? Nee. Pas nu op. Hallo. Ik kan je niet horen. Ik weet niet waar je bent. Tuut. En? Hij geeft geen antwoord meer. Ik heb geen verbinding meer. Geen verbinding naar Spanje? Geen verbinding meer met Spanje. Dus weg. Wijs Piet is echt weg. Ik ben echt bang dat hij weg in Spanje is. Oh. En hoe komen we nu in Baren? Moet ik even bellen. Ja, met staf Piet. Wegwijs, kan je mij helpen? Ja? Oh, graag. Ik moet de weg weten naar Baren. Ja, ik ben op de boot. Gewoon het water volgen. En dan komen we in Baren. Nou, we gaan het proberen. Ja, nee. Het is niet Maren, het is Baren. Bij Soest. Ja. Eemnes. Ja, Laren. Nee, heb ik niet op de borden gezien. Hey, we moeten echt naar Baren. Naar Baren? Ja. Oké. Al die lieve kinderen die zijn allemaal in Baren. Die staan te wachten op de kade. Oké, nou ik hoor het wel. Maar geef even een seintje als je in Spanje. Ah, tuut. Nou, weet je, we gaan er samen uitkomen. Sinterklaas had vertrouwen in mij. Maar ik denk dat wij er samen wel eventjes... Wij gaan wel even met de... Met de Piet praten daar. Ja, dat denk ik ook. Met de kapitein. Ja. Nou kom, gaan we even doen. Kom. Ik ben Staf Piet. We zijn Staf Piet en wij komen even de richting aangeven. Ja. En nu hier op de Eem. Op de Eem. Ja. Ik heb met Spanje gebeld. We hebben met Spanje. En Wegwijs die zei, je moet het water volgen. Alleen maar richting Baren. Maar ik hoop dat u ons kan helpen. Ja. Want Wegwijs is er niet. Die is echt weg. Ja, we hebben geen Wegwijs Piet. We hebben hem niet kunnen vinden. Die is ook zwart. Ja, hij stemt niet aan. Ah, dat snap je niet. Kom, ja. Oh, dat snap ik wel. Dan doe ik het roer. Die kant op. Ja, ik zie het. Ja. Ja. Piet. Boot 2 zit achter ons. Ja. Boot. Ja. Boot 2 ook? Ja, nee, het gaat helemaal goed. Het gaat goed. Wij gaan er helemaal komen. Alle vertrouwen in ons. Helemaal. Dus wij gaan nu naar Baren. En we zien jullie daar. Dankjewel. Daar zit de stuurman. Nou, Sinterklaas. Geen Wegwijs Piet op de boot. Gaat het wel goed komen? Nou Hans, we hebben jou toch aan boord. En ik heb me laten vertellen dat jij in Baren heel goed de weg weet. Ja, dat klopt Sinterklaas. Het klinkt wat twijfelachtig. Maar ik heb toch alle vertrouwen in je, Hans. Nou, dat vind ik fijn om te horen, Sinterklaas. En wat verwacht u de rest van vandaag? Wat verwacht u een beetje een feestje voor u? Nou, het is elk jaar een feest. En ik denk dat het dit jaar, en zeker gezien het mooie weer, nog feestelijker wordt. En ik ga kennis maken met de nieuwe burgemeester natuurlijk, hè. Ja. Naast de nieuwe burgemeester ook een heleboel misschien nieuwe inwoners, nieuwe kinderen. Kent u ze allemaal wel? Nou, als mensen nieuw in Baren zijn komen wonen, dan ken ik ze niet. Maar dan hebben ze natuurlijk ergens anders gewoond. En uit die periode ken ik ze natuurlijk wel. Ja, natuurlijk. Maar u vergeet nu dit jaar geen kinderen?
Nou, in principe vergeet ik geen kinderen. Kijk, ik heb natuurlijk een boek waarin ik alles bijhoud. Het raakt wel eens zoek. Ik heb nu een nieuw exemplaar. Dat is wat dun. Het staat ook nog niet vol. Maar er staat toch genoeg in over de kinderen in Baren. Maar ik zie hier nog een ouderwets boek. Geen iPad, geen technologie nog. Er zijn Pieten die kunnen daar beter mee omgaan dan ik. Maar ik heb afgesproken met de Pieten dat ik, als ik straks weer in Spanje terug ben, dat ik dan wat les ga nemen. Oké, heel verstandig. Nou, ik zeg, vindt u dat verstandig? Ja, je moet toch een beetje met de tijd meegaan, denk ik. Zo'n boek werkt al jaren heel goed, hoor. Ja? Ja. Nooit... In mijn oude boek, Hans, stond Hansje nog, hè? Dat ben jij. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik ben blij dat u me ook nog kent. Ik moet wel zeggen dat ik niet heel lief ben geweest ook. Dus wilt u me ook daarin vergeven? Nou, dat valt nog te bezien. Ik moet dat natuurlijk met mijn vaste kern van Pieten overleggen wat we daarmee doen. Oké, nou, ik hoop dat u ook nog aan mijn huis komt en dat ik ook nog een cadeautje krijg van u. Nou, de kans is groot, maar misschien is het cadeautje kleiner. Oh, oké. Okay. Nou, dan hou ik maar kleine dingen kunnen ook heel leuk zijn natuurlijk, hè? Ze zeggen tegen mijn vader en moeder zeiden, wie het kleine niet eet, is het grote niet weert. Dat is heel verstandig gesproken, hè? Onthoud dat maar, ja. Okay. Dank u wel, Sinterklaas. Ik wens u een hele fijne dag en we gaan lekker genieten. Wij gaan zeker genieten. Ik dank u wel. Oké, we staan hier nu op de kade van Eemlus en iedereen is aan het wachten op Sinterklaas. Zwarte Piet, wat is er met Sinterklaas aan de hand? Hij is er nog niet. Ik weet het niet. Hoe lang zouden we nog moeten wachten, denk je? Weet ik niet, kwartiertje of zo. Ik heb echt geen idee. Kwartiertje, oké. Okay. En Zwarte Piet, wat heb jij voor deze kinderen meegenomen dit jaar? Allemaal pepernoten natuurlijk. Allemaal pepernoten? Oh, dat is wel lekker. Dat willen we natuurlijk wel even zien, hè? Kan je even wat uithalen? Ja hoor, dat kan ik. Lussen jullie wel pepernoten? Ja. Oh, gelukkig. Gelukkig heb ik handschoenen. Oh, daarin kan jij ze verzamelen? Ja. Oh, dat is wel heel handig. Maar die neemt mijn moeder nog mee. Oké, dan kan je nog meer pepernoten staan. Ja, en jij hebt hier een zak? Ik weet gewoon niet. Oké. Okay. Nou, strooi ze maar. Lekker zeg. Lekker. Komen ze. Hey. Heerlijk. Nou, laat Sinterklaas maar komen nu. Jullie hebben een liedje ingestudeerd. Welk liedje is dat? Ik weet het niet meer. Weet jij het wel? Wie weet het wel? Oké, welk liedje is het? Sigrid komt de stamboom. Oké, zouden jullie die even willen zingen? Dan komt Sinterklaas misschien wel sneller. Oké, geef ik aan jou de microfoon. 1, 2, 3. Sigrid komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje en wendt kop en neer. Hoe draaien de wimpels zo heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons eens toe. Wie snoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij. Ja, fantastisch. Nou, laat Sinterklaas maar komen. Dankjewel. Heel goed gedaan. Oh,
Succes hè vandaag! Dankjewel, kom helemaal goed. Jij ook nog? Wil je ook nog veel doen of niet? Nou, we zijn er nu in Baren zonder wegwijs Piet, maar met elkaar. Dus we gaan er gelijk een mooi feestje van maken. Dus laten we lekker feesten! Hey, hey.
shuffling. Je bent helemaal niet bang, hè? Nou, wel een beetje, hoor. Klein beetje. Een beetje dat fout gaat, hè, als al die mensen kijken, hè. Die andere pieten gaan zo lekker met zijn veiligheid en jij doet het zonder. Ja, nee, maar ik heb ook wel een veiligheid, hoor. Die zit eronder. Ja, die zit eronder. Stiekem verstopt. Oké. Ja, die zit goed verstopt, dat de mensen het niet zien, hè. Hé, hey, kijk, dat is Pieter Fopp ook, hè. Pieter Foppen de mensen ook een beetje. Thank you.
Staan. En hard. En we zingen.
ik heb me laten vertellen dat u hier alweer een hele middag aan het zingen bent. Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. De burgemeester heeft ook meegeholpen. Oh, ik dacht meegezongen. Nou, klein stukje. Klein beetje. Ja. Het is gelukkig voor de burgemeester te glad op straat, dus hij kon geen trucjes meedoen met de gympieten. Ja, dat was erg jammer. Nou, ik herinner me een voorganger van die deed een ratslag in. Ja. Ja. Ja, maar ja, dat gaat mij niet lukken. Maar u heeft natuurlijk wel een jaar om te oefenen. Zo is dat. Dus we kijken wat we volgend jaar kunnen doen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. En Sinterklaas, kunnen wij een liedje voor u zingen? Nou, u weet dat ik dat bijzonder waardeer. Ja. Dus ik zou zeggen, ga van start. En wilt u zelf ook meehelpen? Met een lied? Ja. Altijd. Je armen omhoog, samen naar rechts. Rechts, links, rechts, links. Zwaai met Sinterklaas. Je ziet het goed, ik kom welkom in mijn rechterhand. Sint is weer in het land. Oh, zwaai met Sinterklaasje. Oh, zwaai met Sinterklaasje. Oh, zwaai met Sinterklaasje. Sinterklaas is helemaal klaar. Ja, waarvoor hangt die piek daar toch? Misschien een uitzicht? Geen idee. Zeg Piet, wat doe je daar? Hangen? Is dat Nederlands? Hangen? Oh, kan ik dat ook? Ben je een hangpiet? Oh, in plaats van hangjongeren. Nou, Sinterklaas, wat gaan we daaraan doen? Ik denk dat ik het weet. Ik heb vanochtend vroeg. Toen stond Piet naast mijn bed en die zei, Sinterklaas, het is niet gelukt. Dus ik dacht natuurlijk, wat is er niet gelukt? Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja. Nou, wat lukte er niet? Ik had natuurlijk voor u een cadeau meegenomen. Maar ik wil dat niet hier altijd op het bordes geven. Dus had ik gezegd, laat het in de schoorsteen zakken. En dat is niet gelukt. Ach jee, en nu? Ja, nu moest die Piet terug, daarom hangt hij daar, om dat cadeautje weer los te halen uit die schoorsteen. En als het goed is, dan is het nu ergens hier. Het is eigenlijk toch wel een beetje goed. Uiteindelijk moet ik het u hier weer geven, of wil ik het u ook weer geven. Maar ja, nu is de vraag, waar is het? Is het nog op het dak, Piet? Het zit nog op het dak. Komt het niet los? Is het te groot voor de schoorsteen? Niet, hij zegt van niet. Nou, dan moet u nog even geduld hebben. Je mag vanavond je schoen zetten. Maar vraag het wel even aan je vader of je moeder, of dat goed is. Wat denkt u, burgemeester? U heeft lang genoeg gestaan vanmiddag hier. Nou ja, met tussenpozen, maar het is heel leuk. Het is heel leuk. Maar het wordt al donker straks. En we zijn al uitgelopen. De Pieten willen wat rusten, want die moeten vanavond langs al die schoenen. En ja, die hebben een heel druk programma. Een heel druk programma. Dus ik wil, als ik naar binnen ga straks met u, dat is zo de gewoonte. Ik nodig mezelf dus gewoon uit, hè? Dat begrijp ik. Ja, beste van. En dan gaan de Pieten ook naar binnen. En dan wil ik nog één lied horen. Als afscheid, voorlopig dan, hè. En dan hoop ik jullie volgend jaar allemaal weer terug te zien hier voor het bordes en langs de hele route. Dank jullie wel voor jullie komst. Ik zal geen schoen overslaan vanavond. Hoe vind je dat? Nou, er wordt gevraagd of u het cadeau zelf wil ophalen. Nou ja, er werd net gezegd en gevraagd of ik iets wilde kimmen. En daar was het te glad voor. Maar ik vind dit eigenlijk wel heel apart. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar het cadeau zin. Ja. Ik denk dat ik dat maar moet gaan doen dan. Ja, neemt u dat? Ja. Oh, zou dat lukken? Dat is wel heel spannend. We gaan het gewoon doen. En dan is ze met de kaart. Hij gaat het cadeautje van de kaart af. Ja, oké, ik zie je.
Even door de hurricane. Vond u ervan, van het afzeilen? Ja, dat was heel spannend. Ja? Nou ja, dat is, als ik hoor dat er een cadeautje op het dak ligt en het komt niet naar beneden, wil ik toch zelf even kijken. Oké. Sinterklaas, wat vond u ervan? Nou, ik vond het buitengewoon spannend om te beginnen. Maar mijn complimenten, burgemeester. Maar ja, toch een jonge burgemeester. Oké, bedankt. Als je jong bent, kan je. Zo is het. Wij vieren feest, welkom hier in Baren. Met zingers en met toeters. Lieve kinderen en ouders, ik wens jullie straks een goede thuiskomst. Ik ga met de burgemeester naar binnen en dan ga ik hem complimenteren. Een complimentje geven is dat, voor het afzeilen wat hij gedaan heeft. Dag Sinterklaasje!